Welkom kijkers bij weer een nieuwe video. Vandaag speel ik Fortnite. En ik heb alle challenges voltooid vanaf week 1 tot en met week 10. En ik ga dus kijken met alles bij elkaar vanaf week 1 tot en met week 10. Alle loading screens. Wat voor een soort verhaal het vormt. Oké, als eerste hebben we dus... ze zijn bij die boerderij. Er zijn allemaal lama's. De lama skin, de Halloween skin en die... hoe heet ze? Oh. De Calamity. Die staan daar met z'n allen bij week 1. Week 2 gaat de lama skin op pad en dan komt hij de direr tegen. Vier wolven, waarschijnlijk vier dirers die in wolven zijn veranderd. Dan hebben we hier nummer 3. Fable verslaat de wolven. Bij Lonely Lodge is dit. Daar verslaat Fable dus al die wolven. Vervolgens bij loading screen 4. Dan zit ze in een grot of in een kasteel. Is ze niet bij dat kasteel bij Pleasant Park in de buurt op die berg? En achter haar zit de Dusk. Nummer 5. Houden ze gevecht tegen de Dusk en... Tegen de... Ik weet even niet hoe die heet, maar die... wacht, die skin heb ik als het goed is. Dat is toch een... Drift. Ja, dat is Drift, maar dan de slechte Drift. Ja, dat is dus... en tegen de slechte Drift vechten ze dan, die ook een vampier is geworden... Hebben we hier nummer 6. Daar vechten die twee skins tegen allemaal zombies, zoals in de zombie event. Hebben we hier nummer 7. Daar verslaan ze al de zombies en dat is ook een moment dat die kubus barst, volgens mij. Nummer 7 was dat, ja. Nummer 8. Zie hem de IAM skin landen op Flush Factory en dan scant hij iets. Nummer 9. Komt hij naar hun toe. Naar deze twee skins die ook de zombies hebben verslagen. En de Fable en zo. Maar waarvoor gaat hij hier naartoe? En die man kijkt ergens naar. En nummer 10. Is een dance party. Met echt bijna elke skin uit Fortnite. Van de Battle Pass. Oh, dit zijn alle skins van de Battle Pass. Ja, en dan nog zie ik ook nog een paar skins die niet van de Battle Pass zijn. Maar heel veel skins zijn van de Battle Pass. Ik moet nog 40.000 XP, dan heb ik ook die witte wolf unlocked. Nee, trouwens, daar wordt die wit. Als het goed is, wordt die daar wit. En bij de volgende daarna is hij helemaal wit. En daarna wordt hij weer bruin en dan is hij helemaal max upgrade. Ik moet ook even 1000 V-Bucks kopen, want ik ga ook een Battle Pass weggeven, als dat kan. Ik weet niet of dat kan, maar als het kan, dan doe ik dat. Kom naar Pleasant Park. Nee, niet tilted, alsjeblieft. Pleasant. Ja, Pleasant. Lekker. Ja,
Haha, we gaan naar Pleasant. Of die geile teammate. Die denkt ik ga lekker naar Tilted. Oké, mag hij denken. Maar ik weet ook zeker dat... Wat? Gaan we nou... Oké, die teammate haalt Tilted toch niet meer. Dus die gaat wel naar Pleasant. Oké, we gaan naar Pleasant. Met meer deel. Althans met meer deel. Met hetzelfde aantal. God, wat is mijn controller hard te doen? Ik beweeg ze doordat ik het wil. Wacht. Help. Oh no, teammate. De teammate bij Pleasant is snoept. Ja, oké, mooi, dankjewel. Mijn controller doet echt heel raar. Ik weet niet wat mijn controller heeft. Hij is een keer nat geworden, er is een keer water overheen gekomen en hij doet het nu echt niet goed meer. Die andere controller staat aan de oplader. Wacht, ik ga even kijken als ik dat snoertje kan vinden. Dan kan ik even de oplader afhalen en dan kan ik hem opladen met een snoertje. Dan kan ik daarmee spelen. Maar ik weet niet waar dat ligt. Nou, oké, weet je, boeien. Maakt mij wat uit. Ik ga wel kijken als ik nog iets kan met deze controller. Waarheen? Nee, gaan. Heet je. Wat even mijn. Nou, oké, weet ik, ga mee. Alleen maar door die stomme controller. Want hiermee kan ik toch niets. En ja, ik weet dat daar nog een Emma-box was. Waarom gaat die teammate weg van hier? We zouden met z'n allen hierheen gaan. Dus dan moet je niet weggaan, teammate. Dat is niet leuk. Oké. Nou, ach ja, dan loot ik jouw huis wel. Oké, mijn beste. Ga daarin. Nou, dan loop ik dit huis wel. Waarom schiet je rockets? Oh, wat? Daar is echt een enemy. Nee, controller, je moet die kant op. Hallo, controller. Nee, niet die kant. Doe. Gods. Hallo, die kant. Ja, oké, die kant kan ook. Hallo, stop eens. Dankjewel. Echt vreselijk ding. Jongen. Thanks.
Je moet die kant op draaien. Ja, dank je. Echt. Oh, wat heb ik een hekel aan deze controller. Mag ik niet die andere kant op draaien? Oh god, ik moet helemaal via deze kant draaien. Echt, ik ga dat bosje zo echt innemen hoor. Ik kan helemaal niet zo. Deze controller is helemaal ruk. Hij doet echt 10 keer niets. Deze controller is helemaal kapot, joh. Echt. En kijk, push ik gewoon bij me. Als die controller nog 1 keer zo raar gaat doen, dan neem ik dat bosje in. Dan ga ik wel ergens helemaal stilzitten zonder iets te doen met de controller. Meen je dit? Wauw. Nou, ach ja, het komt niet door de controle. Kijk, omdat er ook mensen zoals ik zijn, bouw ik wel een tweedubbele trap, omdat ik anders nog een keer vanaf ga vallen. Oké, wacht, laat maar. Dat kwam hier door de heuvel. Dat kan niet door de trap, dat kan door die stomme heuvel. Ja, dit is perfect. Gewoon eerst met de rocket launcher, boom. Eerst met de rocket launcher, boom. En dan met een switch naar de quad launcher. En dan doe je boom, 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 boom. Dan reload je de quad launcher en de rocket launcher. En dan doe je weer zo, boom. En dan doe je weer boom, 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 boom. Precies dat, ja. Trouwens, voor zo'n clay beacon shooter ding moet. Hier zit er ook één. Kijk, daar. Dan heb je er hier. Even kijken, daar heb je er nog één. Daar. En dan heb je er nog bijna niet loods iets meer omhoog. Daar één. Maar dan ga ik naar shift hoor. Ik ga niet naar zo'n stomme berg. Die boom geeft dan misschien wel 100 hout. Maar ik kan beter 5 bomen maken. En dan heb ik ook gewoon 100 hout. Oh god, hier zit hij. Oh
Nou, die teammates die kunnen toch niets. Wat de Wat doet die blauw team met haar, mannen? Weet je, maak me maar af, joh. Die IAM skin had 2 kills, kon ik zien aan de backbling. Oh ja, de controller is opgeladen, helemaal mooi. Doe je stomme controller, I don't need. Zo, veel beter dan je controller. Hij is echt helemaal opgeladen, mooi. Je moet ook gewoon nooit zomaar met een rocket launcher op iemand gaan schieten. Hij bouwt. Hij hoeft maar net op tijd te bouwen wanneer hij dicht bij hem staat. Hij schiet tegen zijn muur aan. Nou, dan ben jij dood. Dat gebeurt maar veel te vaak in deze game. No! Your shit. Ik wel met de audio te opnemen? Ja, oké. Okay. Ik had een video waarin mijn audio niet opnam omdat ik mijn mic had uitstaan. Kijk, die meet je hem wacht die kist. Neem ik deze en daar komt de gouden rocket launcher uit. Wat zei ik je? Ik zei het toch. Schoot jij? Opbouwbommen zijn wel echt heel chill in deze game mode. Hoe moeilijk is het te raken met de rocket launcher als je gewoon wegvliegt met ballonnen? Hallo? Hallo? I'm here. Oh. Oeps. Maar toen sprong ik zo, boom, en toen stond daar boven iemand en toen schoot ik letterlijk zo vol tegen hem op. Toen schoot ik vol raak. Maar ik gewoon op hem zo. Ja, niet weppen, ik heb maar 2 rocket launchers. En dat is ook wat ik nodig heb. Ja, teammate, kom dan even. Hier, oké, okay, mag geen rocket launcher. Oh, je hebt ammo nodig hier.
Revive me. Yo, tank. Thanks, Joe. Hallo, ja, dankjewel. Je mag ook door blijven reviven. Revive de andere teammate. Doet hij dat? Ja, dat doet hij. Ja, mooi. Gast, ik heb wel nog maar 4 ammo, hè, dus je kan het hiermee doen. Ik gun hem ook gewoon veel te veel die teammate. Ik heb zelf nu echt nauwelijks ammo. Maar dat komt goed. Kijk, dan loop ik gewoon hierin. Dan pak ik hier bandages. Dan loop ik hierheen. En dan staat hier geen ammo box. Ja, dat was helemaal mijn bedoeling. Maar kijk, dan ga ik zo hierheen. En ik heb geen flauw idee waarom ik hierheen ga. Want hier kan überhaupt geen ammo box staan. De huizen, ja, dat is unlooted, sowieso. Ze landen allemaal bij de winkel. Oké, misschien niet allemaal, maar wel een groot deel. En kijk, hier. Medkit, mijn ammo. Ja, mooi. Sorry teammates, dat ik jullie een soort van achterlaat. Laatste met is er ook. Ja, en die bandages. No, I have no. Ik had een slurp, daardoor heb ik nog 100 AP als enigste. Maar ik heb wel minder shield. Ik heb hier ergens. Waarom staan er twee no-skinners tegenover me? Want dat is, hij heeft een 800 V-Bucks skin. Waar doe je shoot om? Waar schiet je op? Zo! Hallo teammates! Lekker teammates, go! Ik push! I gonna push him! Uh-oh. I fly up! Goodbye teammates. Da-da-dan-dan-da-dan. Ik ga naar ze toe. Kijk toch, ik kom zo boven ze en dan schiet ik zo rocket launcher naar beneden. Let op dit, hè. Boom! Oh! Oh! Get die, piece of shit. You're shit, boy. Die zijn allemaal shit. Oh, die was mooi. Oh, die was echt mooi.
Ik heb hem ook gewoon. Ik dacht, ik doe wat, maar... Oh mijn god, hoe heb ik hem? Thanks. Hallo, ik heb ook shield nodig. Oh. No, I need rockets, please. Oké, dan niet. Maakt niet uit. Ik ga rennen. Oké, boeien. Maakt mij wat uit. Ik krijg misschien wat falling damage, maar lekker boeien, joh. Nee, de bounty match zit in een storm. No, Ferris. Ferris. Je hoorde bij het team. Bij het krijt en bij het team. Allebei. Wacht, zo kom ik aan... Hoe kom ik aan 93 shield? Oké, okay. Ik had gezegd eerder dat ik rockets nodig had, maar laat ik maar. Waar was die teammate dan? Huh? Wardel, waarom was je daar, teammate? Oh. Als je mijn rocket snel gaat, ik heb er 121. Goodbye. Doe mij 3-5-3-5. No. Oké, meteen rennen. Ik heb een lunchpad. Nou, oké, okay, boeien. Maakt nou uit wat uit. Nu heb ik nog een plek voor iets anders. Oh, lekker, teammates.
Ik wist niet eens dat we al bij de laatste, weet ik veel wat, zaten. Oh, dit potje ging ook echt lekker. We blijven ook allemaal lekker blij dansen. Niemand van ons lieft. Wacht. Nou. Ah, Ferris 13F. Oké. Okay. Ik kan het terugkijken in de video hoe hij heet. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. Like, abonneer. En tot de volgende video maar weer. Doei!